Hoi en welkom bij deze video over lijntjes. Lijnen, ja. Je ziet ze eigenlijk altijd in SketchUp, want SketchUp is nogal een lijnerig programma. Hè. Je moet, voor alles moet je eerst lijnen maken. Laat ik even een paar stappen terug gaan. Hè, als ik een rechthoek maak, dan bestaat die rechthoek uit lijnen, want alleen als die lijn er is, kan het vlakker zijn. Als die lijnen er niet zijn, kan het vlakker niet zijn. Dus tijdens het tekenen heb je de lijnen hoe dan ook nodig. Maar kan je de lijnen uitzetten? Ja, in één keer. Dat doe je namelijk door te gaan naar View en dan naar Edge Style, lijnstijl. Dan zet ik eerst profieldikte uit. Dat zijn de dikke buitenranden die je ziet. Dan ga ik nog een keer naar het menu en dan naar Edges. En dan zijn al mijn lijnen verdwenen. Moet je wel opletten. Zeker als je die functie verder wil gaan gebruiken. Dat als je iets maakt waarvan je denkt, hé, daar zit detail in. Dus laat ik hier eens kijken of ik hier een beetje een soort van extreme kast van kan maken. Dan is het zetten van lijnen. Zo. Hier zo. En daar zo. Het zetten van lijnen is in dit geval niet genoeg. Want als ik de lijnen uitzet, edge style, zo, dan is dat ook weg. Ik kan die vlakken wel los selecteren. Die verdeling is er nou eenmaal. Maar goed, al mijn detail is op dit moment dus verdwenen. Dus daar moet je wel op letten. Daar is nog een leuke optie. Hè. Dit haalt alle lijnen weg. Het kan ook zijn dat ik juist alleen de lijnen wil zien. Dan ga je naar deze stijl toolbar die hier zit. En dan neem je het 1, 2, 3e stijlblokje. En dat laat alleen maar lijnen zien. Dus dat haalt alle vlakken weg en alles wat je, ja, al het vlakkerige, alle lijnen laat hij over. Dit heet ook een wireframe, oftewel een draadmodel. Maar goed, kan je dus, even terug naar het standaard verhaal. Kan je de lijnen in één keer uitzetten? Ja, view, edge, style, edges. En waar ziet hij dus nog meer? Dat is nog wel even goed om te weten. Hij zit ook onder het menu styles. Of als je met een Windows werkt, onder default tray styles. Dus hier ergens moet dit venster zitten. Dan ga je naar Edit en dan ga je naar het menu Edge en dan zet je daar ook de edges uit. En nou zet ik ze weer aan, Edges, Profiles. Zo, en dan ben ik er weer. Alles aan, alles uit. Misschien iets wat je nog niet wist over SketchUp. Ik zou zeggen dankjewel voor het kijken en graag tot de volgende video. Doeg!